The Crescent in Anderlecht, een modern kantorencomplex dat plaats biedt aan ruim 600 mensen. Het bedrijf KCI Medical huurt er twee kantoren. Wel, we komen van een ander kantoor in Anderlecht en toen dat we dit zagen, vonden we dat toch wel een veel professionele cachet had. We hebben gekozen voor dit kantoor op die locatie omwille van de faciliteiten, omwille van het gebruik van verschillende mogelijkheden zoals vergaderruimtes, ook het gebruik van, noem maar gewoon printers die van professionele gebruik zijn, dat je anders ook allemaal zelf moet aankopen en dat we niet zo goed weten met KCI België goed hoe snel gaat de evolutie naar expansie gaan. Dus om ook die investering een beetje te kunnen in de hand houden in het begin. Voor een ondernemer is het uiteraard heel interessant om te huren in een gebouw met veel gemeenschappelijke diensten. Je kan dan met alle huurders samen genieten van een bedrijfsrestaurant dat goed georganiseerd is, van een zeer professioneel onthaal, van een ICT-omgeving die van zeer hoge kwaliteit is. Uiteraard zou je dat als ondernemer ook allemaal zelf kunnen organiseren, maar dat vergt toch een hoge investering in facilities, in specifieke know-how. Dus op deze manier hoef je die kosten niet alleen te dragen en kan jij als ondernemer focussen op je core business. Niet alleen het drukken van de kosten speelt een rol. Meer en meer bedrijven willen hun personeel ook extra diensten voor persoonlijk gebruik aanbieden. Voor werkgevers is dat belangrijk. Zij bieden graag die extra diensten aan. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om tussendoor aan sport te doen. De douches die daar dan ook zijn, al die dingen samen. Op die manier komen ze als werkgever tegemoet aan vaak meer flexibele inspanningen die meer en meer gevraagd worden. En bovendien horen we dat het voor werkgevers soms kan helpen om goede mensen aan te trekken en of te houden. Een dergelijke kantooromgeving is bestemd voor diverse types ondernemingen. Je zou in eerste instantie kunnen denken aan een eenmanszaak. Denk maar aan de webdesigner die eigenlijk van thuis uit werkt, maar als hij klanten wil ontmoeten toch graag een professionele omgeving heeft. Of een sales die tussen twee afspraken door eventjes komt inloggen, gemakkelijk parkeren, koffie drinken, eventjes werken en terug weg. Maar evenzeer is het interessant voor die grotere ondernemingen, omdat zij dus hier minder kosten hebben aan overhead en zich meer kunnen focussen op hun core business. Het feit dat er heel veel gemeenschappelijke diensten zijn, bespaart ons eigenlijk heel veel geld. In die zin dat je het, als je het nodig hebt, betaal je ervoor en dan is het ook perfect in orde. En dat is momenteel hetgene wat wij verlangen.